Dit ga jij doen. Voorzitter, alom kan een indruk bestaan, de wijze hoe de president deze vraag beantwoordt, dat te rechtvaardigen een militaire dienstplicht, dat staat in artikel 80, lid 3. Maar president, via uw voorzitter, hier staat duidelijk, militaire dienst kan worden verplicht voor een bepaalde periode. Het gaat niet om een militaire dienstplicht. En juist dat is ter discussie gesteld. Of wij nu op dit ogenblik, waar wij in een samenleving zijn, of er een militaire dienstplicht voor nodig is. Die voorwaarden, of onder welke voorwaarden en binnen welke periode, dat is ter discussie. Deze periode hebben we geen militaire dienstplicht nodig. Dat is wat hier ter discussie stelt. Wanneer u aangeeft, president, dat op dit ogenblik militaire dienstplicht nodig is, dan is de vraag, geeft u aan waarom er nodig is. Ik denk dat het geachte lid Venetiaan zich richtte tot die kwestie van burgerdienstplicht. Voorzitter, maar de president maakt een omdraai en het kan alom een indruk bestaan in de samenleving dat militaire dienstplicht hier staat en daarom wordt het doorgevoerd. Ja, dank u wel, Ranjit Singh. Voorzitter, ik luister heel aandachtig naar de president en met betrekking tot die criminaliteitsbestrijding heeft hij gezegd dat hij niets gaat nalaten, dat hij zal doen alles wat mogelijk is met betrekking tot de bestrijding van de criminaliteit. Dat is goed, dat kunnen we ondersteunen. Maar president, is het mogelijk dat u aan het volk vertelt wat u gaat doen? Dat wil men horen. Elke dag worden er mensen belaagd. Kunt u, ik weet niet of u dat kunt, maar kunt u zeggen wat u gaat doen? Waarin gaat u investeren? Om wat tot rust te brengen in de samenleving. Als u dat doet, dan denk ik dat gaat helpen. Maar als u zegt, ja, ik ga alles doen, dat geloven we, maar die zaken blijven liggen. Wat gaat u precies doen? Kunt u dat zeggen? Als u dat niet kunt zeggen, dan zegt u dat ook. Als laatste in deze ronde en voorlopig de laatste interruptieronde, mevrouw Weidenbos. Ja, voorzitter, artikel 180 staat onder verdediging van de staat. En ik denk niet dat het op dit moment, nu de president zegt dat hij de dienstplicht weer wil invoeren en dat hij verwijst naar artikel 180, dat er op dit moment een situatie is waarbij de staat dringend nodig verdedigd moet worden. Bovendien kan de president niet alleen maar de militaire dienstplicht voor een bepaalde periode verplicht stellen, maar ook de burgerplicht kan de president instellen, omdat het te maken heeft met acute verdediging van de staat. En die situatie hebben we op dit moment niet. Bovendien, voorzitter, de president zegt, nu pas horen de mensen iets van hun president of van de heer Venetiaan. Dat is een nodeloze sneer. Zeker van iemand die nu een beetje huilend of treurig zegt dat men geen respect heeft voor hoogwaardigheidsbekleders. Is dat een nodeloze trap na, voorzitter? Maar het is bekend dat jaren al de vrijwillige lichtingen voor militairen of voor de militaire dienst zoveel jongeren zich aanmelden dat je eigenlijk hun niet kan onderbrengen. En zeker ook niet financieel. Dus de behoefte op dit moment ter verdediging van de staat bestaat er niet om op grond daarvan een militaire dienstplicht in te voeren. Ik ben het wel met u eens. Kunt u afronden, mevrouw Weidenbos? Ja, voorzitter, ik ben het wel mee eens dat er jongeren zijn die een vak moeten leren. Waarvoor heeft u dan een ministerie van jeugd en sportzaken? Of nee, geen jeugd en sportzaken. Waarom heeft u een ministerie van jeugd en sport in de dienst? Of ATM.
maar laten we zeggen speciaal voor de jeugd, want daar mikt, wordt er op gemikt. Dat ja. Via dat ministerie en via onderwijs, voorzitter, er genoeg mogelijkheden zijn om de jongeren op te vangen en ze dus te leren een beroep of een vak zonder dat, dat ze vallen onder de militaire dienstplicht. Ja, dank u wel. Goed, leden. Ik heb natuurlijk in het belang van een zekere discussie die ook mogelijk moet zijn tussen het parlement en de regering een aantal interruptierondes toegepast. Maar ik ga nu vragen dat u de president laat uitspreken en aan het einde eventuele vraagpunten nog even de gelegenheid krijgt om die dan aan de president te stellen. Andere kwestie betreffende de orde. We begrijpen natuurlijk zeker op het gebied van de criminaliteit. Maar we zijn nog in de algemene politieke beschouwingen, dus vraagstukken over welke maatregelen, wat de politie gaat doen, die komen heel binnenkort aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling. Dus we vragen ook aan u en ook aan de regering om dat dan voor die periode te laten, zodat we ons inderdaad met die algemene lijn kunnen bezighouden. President. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, de vorige keer heb ik aangegeven dat de korpsen, en dat kunnen ze zelf beamen, nog nooit in de afgelopen jaren zo intensief met elkaar bezig zijn geweest om zich te buigen over dit vraagstuk. Er zijn maatregelen genomen en uiteraard, en dan reageer ik via uw voorzitter op hetgeen het geachte lid Ranjit Singh gezegd heeft, dat we moeten zeggen wat die maatregelen zijn. Ik geloof dat misschien in comité-generaal u men bereid zou kunnen zijn, maar ik denk niet dat de dingen die wij gaan doen of die bezig zijn te doen, terwijl alle oren meeluisteren dat die zo aan de orde worden gesteld. Ik denk dat we toch wel een... Ja. Een fundamenteel ding even aanraken. En wat wil ik hiermee zeggen, mevrouw de voorzitter? Kijkt u... Ons debat is begonnen met de 1 oktober toespraak. En ik denk dat op dat stuk, op dit stuk, er voldoende aangegeven is hoe er gedacht wordt met betrekking tot het vraagstuk van dienstplicht. Dienstplicht, met alle andere vormen die erbij gehaald werden zo even. Het zijn zaken die allemaal daar aan de orde zijn. Ik heb dus gemeend om aan te geven dat in 92 wilde men geen militaire dienstplicht. Dat men even goed dat eruit kunnen laten. Dat was mijn. Het is geen kwestie van sneergeven. Het is een kwestie van die regering heeft dit allemaal in de grondwet gezet of gelaten, God knows. Financiering van de grote projecten. Mevrouw de voorzitter, de geachte leden Venetiaan en Brunswijk hebben zich afgevraagd hoe de grote projecten die door de regering zijn aangekondigd gefinancierd zullen worden. Ik wil in dit kader erop wijzen dat er in dit begrotingsjaar een aanvang wordt gemaakt met de voorbereiding van bedoelde grote projecten. De feasibility studies van de projecten die gedragen kunnen worden in de reguliere begroting worden nu ter hand genomen. De voortgaande voorbereidingskosten, zoals de kosten van de feasibility studies en de kosten voor de samenstelling van de projectdossiers,
zullen worden opgenomen in de begroting van 2012. Deze kosten zullen of uit eigen begroting of uit de bestaande mogelijkheden van donoren gefinancierd worden. Zo kan ik u meedelen dat enkele van de infrastructurele projecten zijn opgebracht op de lijst van het 10e European Development Fund van de Europese Unie. Mevrouw de voorzitter, bovendien zal de regering gebruik maken van creatieve financieringsmodaliteiten op basis van onder andere bewezen grondstoffen voorkomen. Hoewel dit gangbaar is in de wereld van vandaag, hebben wij deze modaliteit als land nooit benut. Er zijn internationale organisaties reeds geïdentificeerd die bereid zijn met de regering in zee te gaan met het voorgaande heb ik geloof ik antwoord gegeven op de vraag van het geachte lid Venetiaan dat zich afvroeg of de calculaties van de kosten van deze projecten de reden is dat de begroting 2011 niet is afgerond. Mevrouw de voorzitter, de begroting 2011 is afgerond en ligt ter goedkeuring bij de Nationale Assemblée. Ik kan het parlement ook meedelen dat het volgende MOP reeds in voorbereiding is. Voorzitter, in de nieuwe fase waarin we zijn ingegaan, is het vaak moeilijk voor mensen om te begrijpen dat we gezegd hebben dat wij gebruik gaan maken van de mogelijkheden welke Mamasana ons biedt, welke natuur ons biedt, welke God ons biedt. Omdat we gewoon waren en niet anders wisten dat we onze hand moesten openhouden aan de Noordzee. Voorzitter, als we in staat zijn en opdrachten daartoe zijn reeds gegeven, als we in staat zijn, just to mention something, als staatsolie ons hart kan zeggen hoeveel bewezen reserves er zijn onshore, dan kan ik u zeggen dat er mogelijkheid tot business is. Natuurlijk zullen de mensen die de hele dag aan geld denken, zullen fluisteren in het apparaat, hoe serie. Nee, we gaan een andere weg op. En als u kunt aantonen, de proof of reserve, met betrekking tot uw goudvoorkomens, kan u zo deskundigen pakken naar de stokmarkers gaan en u hebt middelen. Het probleem is, we zijn nooit die weg opgegaan. Daarom is het altijd de eerste vraag die we stellen. Ja, maar hoe ga je dat ding financieren? Nou, Sanga de Juno. Grondstoffen en gezond verstand. En natuurlijk een stuk goed bestuur. Want, laat me een recent voorbeeld geven, mevrouw de voorzitter. Ik weet nog, of ik kan me nog herinneren, mevrouw de voorzitter, hoe politici verschrikkelijk gekraagd hebben over de vorm waarmee de heer, de vorige president Wijnenbos heeft gewerkt toen hij deze bruggen ging financieren. En toen twee grote bruggen, twee megaprojecten werden gedaan in één periode. Ik kan me dat nog herinneren. En er is gesproken, het was niet mijn methode, laat me het nogmaals zeggen. Maar ik kan u wel zeggen dat op een bepaald moment er gesproken is met de gemeenschap en trek uw buikriemen aan en wij gaan wijzen als volk dat we in staat zijn om het te doen. En het is gebeurd. En ze zijn afbetaald.
En hoe lang, en hoe praat, nou komt het. Hoe lang zijn ze al afbetaald, voorzitter? Hoe lang zijn ze al afbetaald? Wanneer wij de middelen die wij ter beschikking stelden voor de aflossing van de brug, na de aflossing hadden gereserveerd. Tijdens die bruggen bent u niet dood gegaan. Waar zou je na die brug is afbetaald doodgaan? President. Maar het is een kwestie van... Niet reageren op zaken buiten de microfoon. Het is een kwestie van conceptie. Wat is uw concept ten aanzien van... Wat is het grote blauwdruk? Wat stop ik in de productie? Hoeveel procent? Wat stop ik sociaal? Hoeveel stop ik in infrastructuur? Wat is de matrix waarbinnen u wil gaan werken? Maar als er geen conceptie is, als er geen denken is, is er... Voorzitter, men gaat me dwingen straks aan het einde. Want ik ga u zeggen, we komen hier om serieuze dingen te bespreken. En ik hoop niet... President, u moet voortgaan, president. Voorzitter, dank u wel. De brandstofvoorziening, voorzitter. Brandstofvoorziening binnenland. Mevrouw de voorzitter, de geachte leden Brunswijk, Kastelen, Panka en Asabina... hebben vragen gesteld met betrekking tot de subsidiëring van brandstof voor het binnenland. Staat u mij toe u mee te delen dat de brandstof bestemd voor dit deel van de bevolking ook wordt gesubsidieerd. Echter, die subsidie was verscholen in de systemen van het Nationaal Vervoersbedrijf en de SMS, de Scheepvaartmaatschappij Suriname. Vandaar dat het voor de regering ook niet helemaal duidelijk was of gelden wel of niet zijn uitbetaald. De betaling vond, zoals eerder is aangegeven, via het Nationaal Vervoerbedrijf en de SMS plaats. Hetgeen zeer fraudegevoelig blijkt te zijn. Daarom heeft de regering besloten het systeem te wijzigen, zodanig dat de betaling voor de boothouders nu rechtstreeks via het ministerie van TCT plaatsvindt. De regering is thans drukdoende om de ontstaande achterstanden in kaart te brengen, zodat zo snel als mogelijk deze achterstanden opgeheven kunnen worden. Mevrouw de voorzitter, tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuw brandstofdistributiesysteem in het binnenland. Het huidige systeem waarbij één lid van de brandstofcommissie binnenland in aanmerking komt voor governmentvrije brandstof, governmentvrije brandstof, blijkt zeer onbetrouwbaar te zijn. Het besluit tot opheffing van de brandstofcommissie binnenland, die uit vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, Regionale Ontwikkeling, alsmede uit bestuursopzichters bestaat, is reeds door de Raad van Ministers genomen. Hiermee is een einde gemaakt aan het systeem waarbij slechts één persoon belast is met de distributie van de brandstof in het binnenland. Voorzitter, ik hoorde iemand vragen met uw toestemming, via u mevrouw voorzitter, van waar is de heer Brunswijk? Voorzitter, we staan aan het begin van een periode. En laat me u één ding zeggen. Wat we niet weten, gaan we niet weten. Maar wat we weten, dat gaan wij met wortel en tak uitroeien. En corruptie heb ik u gezegd. Ik kan u zeggen dat elke maand dit land meer dan 100 vaten brandstof niet kan verantwoorden. En dan stop ik het systeem. Niet omdat ik in de coalitie zit met iemand, met een groep, dan stop ik het systeem. En er gaan meerdere zaken die we gaan moeten stoppen. Voorzitter, de goedkoopste brandstof
gaat via dat systeem naar dat deel van de bevolking. Goed bedoeld. En uiteindelijk betaalt de mens zich blauw. Dit soort dingen gaan mij niet passeren. Voorzitter, ik kom aan het einde terug op een paar zaken die we willen zeggen. Er is gesproken over incentives en om de productie van het Surinaams ondernemerschap. Mevrouw de voorzitter, voor wat betreft de invloed van aanpassingen van de brandstofprijs of de productiebedrijven, heeft de regering al aangekondigd dat de hieruit voortvloeiende verhogingen gerestitueerd zullen worden aan de daarvoor in aanmerking komende bedrijven. Momenteel wordt door de regering gewerkt aan het model voor bedoelde restitutie. Dit wordt gedaan in samenspraak met de organisaties van het bedrijfsleven. Voor wat betreft de opmerking van het geachte lid Randje Singh over de bevordering van de productie en het stimuleren van het ondernemerschap kan ik u meedelen dat de regering hiertoe reeds maatregelen heeft getroffen. Bedoelde maatregelen hebben betrekking op de voorwaarden scheppende rol van de overheid. Ik kan hierbij verwijzen naar de reeds door de regering getroffen maatregelen in verband met de mogelijkheid van bedrijven tot het verkrijgen van faciliteiten zoals de 90% ontheffing op import van investeringsgoederen en 100% ontheffing voor wat betreft de omzetbelasting eveneens bij de import van investeringsgoederen. Mevrouw de voorzitter, ik benadruk dat de regering haar voorwaarden scheppende rol al zeer serieus aanmerkt en alles eraan zal doen dit ten voordele van de hele Surinaamse bevolking te laten uitpakken. Met andere woorden, mevrouw de voorzitter, incentives moeten niet gezocht worden in het budgetaandeel van een productieministerie, maar in de programma's die de regering aanbiedt aan het bedrijfsleven als motor van de ontwikkeling. Dan wil ik even met u toestemming, voorzitter, wat zaken betreffende de kostenverlichtende maatregelen. Mevrouw de voorzitter, de aandacht, de geachte leden, Breveld, dacht ik, en Misikaba, maakt de opmerking over de SRD 50 gulden korting op loonbelasting die onlangs door de regering is geïmplementeerd. Ik merk op dat de 50 SRD korting voor iedereen bestemd is. Het gaat om een incentive naar loontrekkers. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn: 1. We willen de loontrekkers tegemoetkomen. En 2. We willen de breedste schouders ook de grootste lasten laten dragen. Waarom wij niet gekozen hebben voor een algehele verhoging van de belastingvrije grens is dat bij de heffingskorting van de laagste inkomensgroep het meeste profijt heeft van de maatregelen. Mede omdat het om een progressief systeem gaat. We geven ter illustratie mee dat een Surinamer die een bruto loon verdient van pak een beet SRD 800 SRD. Volgens het oude systeem 44 SRD aan loonbelasting zou moeten betalen. Met het nieuwe systeem wordt dat gesteld op 0 cent. De lage inkomensgroepen hebben dus 100% voordeel. Iemand die SRD 1000 gulden verdient, betaalt nu in plaats van 59 gulden SRD
in plaats van 59 slechts 9 SRD,16 cent. Wij kunnen, mevrouw de voorzitter, het hele rijtje volledig aflopen, maar ik nodig u uit om via de monitor te kijken naar de progressie waarbij hoe en hoe dit systeem, werkt. Het gaat dus om tegemoetkomingen die wij door middel van regeringsinspanningen willen doen aan de Surinaamse beroepsbevolking. Ik denk dat terwijl we doorpraten, mevrouw de voorzitter, met uw toestemming, we de mensen de gelegenheid geven om te kijken naar de, eventueel te kijken naar de monitor, om de progressiviteit van de bedoelde maatregelen te kunnen waarnemen. Mevrouw de voorzitter, in het verlengde hiervan is het van groot belang u erop te wijzen dat het in de bedoeling lag 7 verzachtende maatregelen te treffen. Deze zijn om redenen van kostenverlichting op een breder vlak inmiddels 13 geworden. Mevrouw de voorzitter, we noemen u de verhoging van de algemene ouderdagsvoorziening is vanaf het aantreden van de regering Bouterse Amarali van 275 SRD verhoogd naar 425 per maand. Het heen overeenkomt met een verhoging van 55%. De verhoging van de AKB naar 30 SRD per maand. De verhoging van de tegemoetkoming bestemd voor mensen met een beperking. De bovengenoemde korting op de loonbelasting. De korting op de inkomstenbelasting, SAS. De ontheffing op de invoerrechten en omzetbelasting op ICT-goederen. De ontheffing op invoerrechten en omzetbelasting op investeringsgoederen. De subsidie van het openbaar vervoer te landen via de PLO. De subsidie van het openbaar vervoer in het binnenland. De aanpassing van het huurtarief voor schoolvervoer via het ministerie van Onderwijs. De subsidie voor het zorgvervoer. De aanpassing van de subsidie van Huizen Asiana. Uitbetaling van 10% bruto toeslag pensioenen aan gepensioneerden uit de overheidsdienst en onderstand genietende ingaande mei 2011. Uitbetaling van 10% bruto toeslag pensioenen aan gepensioneerden uit overheidsdienst en onderstaand genietenden ingaande mei 2011. Ook hier kom ik straks op terug. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Ranjit Singh merkte op dat de koers van de Amerikaanse dollar de afgelopen 10 jaar stabiel is gebleven, maar dat het nu op hol geslagen is. Voorzitter, gelukkig zijn cijfers verifieerbaar. De koers heeft vanaf 2009 een gigantische sprong gemaakt. Deze sprong is van invloed geweest op de Surinaamse economie en ten gevolge waarvan er een opwaartse druk op het prijsniveau is uitgeoefend. Mevrouw de voorzitter, de regering heeft zelfs koersen genoteerd van 40% hoger dan de officiële koers van de SRD 280. We kunnen ons alleen nog herinneren dat de koers voor de US dollar op bepaalde momenten wel een hoogte haalde van 3,390 SRD. Gelukkig dat niet lang na de unificatie, dankzij het prudente beleid van de huidige regering en de huidige monetaire autoriteiten, wij een stabiele koers
van ronde SRD 335 voor de dollar hebben. Er is een omgeving gecreëerd waarbinnen plannen maken op basis van een stabiele koers interessanter is geworden voor ondernemers. Ik kan u meedelen dat in het kader van de devaluatie, mevrouw de voorzitter, bij resolutie van 7 juli 1994 is bepaald dat de Centrale Bank van Suriname de koersen noteert die tot stand komen op basis van vraag en aanbod. Uit de toen door de Centrale Bank gehanteerde koers van 2,80 voor 1 US dollar valt te destilleren dat de SRD in 2009 overgewaardeerd was en gedurende 2009 en 2010 onder toegenomen zware druk kwam te staan. De markt schommelde reeds, zoals ik zei, tussen de 3,50 naar de 3,60. Sorry, 3,50, 3,60. En tot op sommige momenten is hij opgelopen tot 3,90 voor 1 US dollar. Zowel voor als op het moment dat deze regering in augustus aan de macht kwam, mevrouw de voorzitter, de autoriteiten hebben de koersnotering aangepast aan een marktconforme koers en het beleid is erop gericht de koers stabiel te houden. De regering zal tijdens de behandeling van de begroting verder op deze aangelegenheid ingaan. Met betrekking tot het schuldenvraagstuk, mevrouw de voorzitter, voor wat betreft de vragen van het geachte lid Venetiaan, of de regering dubieuze schulden betaalt en of deze wel of niet te zien zijn in de rapporten van het bureau staatsschuld, kan ik het volgende opmerken. Vele schulden waarover nu gesproken wordt, zijn nimmer bij bureau staatsschuld en zullen derhalve ook nimmer te vinden zijn bij de rapportage van dat bureau. Blijkens informatie is dit een punt van discussie geweest tussen de vorige minister van Financiën en de vorige government van de Centrale Bank van Suriname en de vorige administrateur-generaal van het bureau staatsschuld. Over dit discussiepunt zijn op 19 februari 2010 per schrijven van de minister van Financiën zaken vastgelegd. Mevrouw de voorzitter, waar de regering het nu over heeft, zijn schulden die vanwege de zwakke en slechte financiële administratie van de staat, alsmede vanwege onzorgvuldigheid, nooit zijn aangemeld bij het bureau staatsschuld. Bedoelde schulden zijn nooit zichtbaar geweest. Het PFA-rapport schrijft hierover dat in de jaren voor 2009 en in 2010 betaalopdrachten die werden ingediend via het ministerie van Financiën aan de Centrale Bank van Suriname pas vele maanden later werden uitbetaald. Intussen heeft het ministerie van Financiën ontdekt dat het een normale zaak was dat ondernemers goederen en diensten leverden in januari of februari van een bepaald jaar en dat zij pas in november of december van hetzelfde jaar hun rekeningen indiende bij de respectieve ministeries. Mevrouw de voorzitter, ik kan u zeggen dat contracten en andere werkopdrachten van grote werken, waarvoor de ondernemers hun declaraties al sinds januari, februari 2010 hadden ingediend, op de respectieve ministeries werden vastgehouden. Sinds november 2010 worden evenwel de ingediende rekeningen met voortvarendheid behandeld. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Venetiaan heeft ook vragen gesteld over de hoogte van het saldo van de rekening courantverhouding tussen de staat Suriname
en de Centrale Bank van Suriname. Mevrouw de voorzitter, bij de beantwoording van vragen gesteld in uw college tijdens de behandeling van de wetswijziging staatsschuld, heeft de regering reeds met uw college de informatie gedeeld dat de uitgifte van schatkistpapier een normaal monetair instrument is. Niet alleen deze regering maakt van dit monetair instrument gebruik, ook voorgaande regeringen hebben hiervan gebruik gemaakt. Mevrouw de voorzitter, uit de bijdrage van het bureau staatsschuld aan de financiële nota van 2011 blijkt dat voorschotten van de Centrale Bank van Suriname en de uitgifte van schatkistpapier vlottende schuldinstrumenten zijn die veelal gebruikt worden om de lopende financieringsbehoeften van de overheid te dekken. Mevrouw de voorzitter, ook is het interessant, maar desalniettemin teleurstellend om te vermelden dat de vorige regering kort voor en na de verkiezingen van 25 mei 2010, te weten 13 april 2010, 5 mei 2010, 6 juli 2010, 15 juli 2010, tientallen en tientallen miljoenen SRD's aan nieuwe schulden met lokale particuliere bedrijven voor de uitvoering van infrastructurele projecten heeft gesloten. De eerste terugbetaling van deze leningen zal in januari 2012 gedaan moeten zijn. In de documenten van deze leningenovereenkomst zijn geen projecties gemaakt van betaalkapaciteit van de overheid voor de terugbetaling van deze leningen. Mevrouw de voorzitter, het bureau staatsschuld dringt aan op de informatie over alle achterstallige en nog te betalen rekeningen van de overheid voor vele geleverde goederen en diensten van welke aard dan ook. Ook vorderingen van derden op de overheid die na hoger beroep door de rechter zijn toegewezen vormen een schuld van de overheid. In dit verband kan ik u wijzen op de door de regering aangemelde schulden van circa rond de 60 miljoen SRD bij bureau staatsschuld. Dit betreft bedragen waarop door derden sinds het jaar 2002 beslag is gelegd op activa van de overheid bij de commerciële banken. Momenteel wordt gewerkt aan oplossingen voor beslagleggingen bij grotere staatsbedrijven en andere financiële instellingen. Deze tweede groep aanmeldingen bedragen circa 80 miljoen. Mevrouw de voorzitter. Een ander voorbeeld van schulden waarover de regering het heeft, is de schuld aan de gepensioneerden. Uit de overheidsdiensten en onderstand genietenden, de gepensioneerden. In het jaar 2008, mevrouw de voorzitter, heeft de vorige regering besloten om deze groep van senioren burgers een bruto toeslag van 10% te geven in 2008. Dit is vastgelegd per beschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken op 13 juli 2008. Staatsblad 2008, nummer 64. Voorzitter, in mei 2011, vorige maand dus pas in de afgelopen maand, is een aanvang gemaakt met de uitbetaling van deze 10% bruto toeslag. De opgebouwde schuld van de overheid over de jaren 2008, 2009, 2010 en de eerste 4 maanden van 2011 is nergens als zodanig geregistreerd en ook nimmer aangemeld bij het bureau staatsschuld. Het gaat in deze om een
een schuld van ettelijke miljoenen over de afgelopen maanden. 40 maanden. Ook deze schuld wordt binnenkort formeel aangemeld bij het bureau staatsschuld. Mevrouw de voorzitter, ook eerder aan uw college voorgehouden besluit van 4 augustus 2010 van de Raad van Ministers van de vorige regering, let wel, in de laatste vergadering van 4 augustus 2010 inzake een schuld van circa 1,6 miljoen voor ten behoeve van de overheid verrichte diensten in de afgelopen 10 jaren, waarbij de onderliggende documenten nota bene ontbreken, is niet aangemeld bij het bureau staatsschuld. Voorzitter, ik ga het voor u herhalen. En daarom praat ik het, zeg het in blokletters. Voorzitter. Mag ik eerst een glas water drinken, voorzitter? Mevrouw de voorzitter, ook het eerder aan uw college voorgehouden besluit van 4 augustus 2010 van de Raad van Ministers van de vorige regering, let wel, in haar laatste vergadering van 4 augustus, haar laatste vergadering van 4 augustus 2010, inzake de schuld van US dollars 1,6 miljoen voor ten behoeve van de overheid verrichte diensten in de afgelopen 10 jaren, waarbij de onderliggende documenten natuurlijk ontbreken, is niets aangemeld bij bureau staatsschuld. Tot slot van het onderdeel van mij beantwoorden het volgende, mevrouw de voorzitter. Op basis van de wet is het de Surinaamse regering toegestaan een bepaalde percentage van het bruto binnenlands product te lenen. Tot februari 2010 heeft de vorige regering gewerkt met het BBP van 2008. Dat bedroeg circa 8.326.000.000 SRD. In de maanden maart, april en mei 2010 is er, om meer ruimte te creëren voor de toenmalige regering, om de lenen dus, gewerkt met een schatting van het BBP van circa 9.275.000.000 SRD. Een bijstelling dus, schrikt u niet, van circa 950 miljoen SRD. De vorige regering is toen onder andere bij lokale banken nieuwe leningen aangegaan op basis van het nieuw vastgestelde en geschatte BBP, bruto binnenlands product. Dat betekent het opschepen van de huidige regering met leningen die niet gebaseerd zijn op werkelijke cijfers, maar slechts op basis van schattingen van het BBP. Het frappante hierbij, mevrouw de voorzitter, is dat de vorige regering, Venetiaan, in juni 2010, let wel, na de verkiezingen van mei 2010... bedoelde schattingen wederom heeft bijgesteld, maar nu naar beneden. Let wel, dit gebeurde op het moment dat de nieuwe regering moest aantreden. De vraag is gerechtvaardigd of er hier sprake is van een vergissing. De gevolgen hiervan, mevrouw de voorzitter, zijn
zoals is gebleken, funest voor het land. Dit betekent concreet dat deze regering bij haar aantreden meteen werd geconfronteerd is geworden met leningen die qua omvang reeds het leningenplafond hadden bereikt. Hierdoor was er voor de nieuw aan te treden regering totaal geen financiële beleidsruimte meer. Het is duidelijk, mevrouw de voorzitter, dat de vorige regering, Venetian Sarju, alles aangedaan heeft om het de nieuwe regering, nieuw aan te regering, qua beleidsvoering onmogelijk te maken. Het per capita inkomen. Mevrouw de voorzitter, op de opmerking van het lid Venetian betreffende het moeten blijven volgen van het per capita inkomen, hetgeen SRD 22.000 heeft bereikt in de afgelopen beleidsperiode, doelende op een goed gevoerd beleid, moeten we opmerken dat er inderdaad een wereldmarktprijsstijging van onze meest belangrijke grondstoffen heeft plaatsgevonden. Dit heeft ons land uiteraard een betere positie opgeleverd voor wat betreft haar bruto binnenlands product. Er is evenwel geen sprake geweest van een bewust beleid dat daar zorg voor heeft gedragen. Integendeel hebben wij kansen gemist door onze vele verdiensten niet te stoppen in het brengen van verscheidenheid in het uitbreiden van onze productiebasis en ons exportpakket. Deze regering is vast van plan de verdienssectoren te ontwikkelen, onze verdiencapaciteit op basis van de werkelijke potentie te verhogen en herinvesteringen te plegen in bestaande operaties en investeringen te doen plegen in onder andere nieuw te ontwikkelen productieoperaties en dienstverlenende operaties. Condities voor subjectsubsidies, mevrouw de voorzitter. Condities voor subjectsubsidies. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Misikaba over het vraagstuk van de uitvoering van subjectsubsidie waarbij criteria worden gesteld waaraan personen en instituten moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen en deze subsidie te behouden, de zogenaamde conditional cash transfer aan gezinnen, is mijn antwoord als volgt. Een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en dat van Financiën, is thans bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze vorm van subjectsubsidie. Salarissen bij de parasitale bedrijven. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Kastelen om een overzicht van de salarissen van de directies van de parasitale bedrijven te publiceren, kan ik u meedelen dat de Raad van Commissarissen reeds gevraagd is om een opgave van de salarissen en emolumenten van de directieleden te doen. Helaas beschikt de regering op dit moment niet over alle gevraagde informatie. Wel kan ik u nu reeds meedelen dat het niveau van bedoelde salarissen bepaalde bedragen moet je zo wat drinken voor je ze uitspreekt. Tussen $12,000 en $300,000 op jaarbasis. Even, president. Mag ik u even iets vragen? Ja, kunt u dat herhalen? Want ik ga het nog een keer herhalen. Dat laatste leek een beetje onwaarschijnlijk, maar u is zich niet vergist. Wel kan ik u meedelen, nu reeds, dat het niveau van bedoelde salarissen tussen 12.000 en de $300,000 op jaarbasis. U hebt goed gehoord, mevrouw de voorzitter.
en ik ben blij dat ik het heb kunnen herhalen. Op jaarbasis. Op het moment waarop de gevraagde informatie compleet is, op het moment dat de informatie compleet is, zal de regering het aangekondigde overzicht volgaarne ter beschikking stellen. Volgaarne, mevrouw de voorzitter. Ziekenhuizen. Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van de vraag van het geachte lid Ranjit Singh over de achterstand in betalingen aan ziekenhuizen, het volgende. Over de achterstand in betalingen in de ziekenhuizen waarvan vorderingen teruglopen tot 2002. Vorderingen teruglopen tot 2002. Kan ik u meedelen dat de tarieven voor het laagst door de regering in 2006 is vastgesteld. Als gevolg van de invoering van het FISO in 2009 zijn de ziekenhuizen nog meer in problemen geraakt. De FISO-betaling is middels een 3 weken lang durende staking in februari 2010 in het academisch ziekenhuis afgedwongen. Daarnaast is geconstateerd dat de meeste ziekenhuizen de ingehouden loonbelasting en AOOV-premies niet hebben afgedragen. Door al deze zaken, beter gezegd, door dit stuk wanbeleid zijn de ziekenhuizen financiële ernstige problemen terechtgekomen, ja. Thans is er een werkgroep van de regering bezig om te komen tot de vaststelling van de werkelijke schulden van de ziekenhuizen, van hun financiële situatie en van hun grote schuldeisers. Volgende week zal met het streekziekenhuis Nikeri de afronding en de afrekening plaatsvinden. De verwachting is dat binnenkort de finale vaststelling van de verschillende vorderingen zal plaatsvinden. Binnen afzienbare tijd vindt de vaststelling van de vorderingen plaats van de overige ziekenhuizen. Bij elke afronding zal gelijktijdig de vaststelling van het nieuwe tarief plaatsvinden, waardoor de ziekenhuizen zelfvoorzienend kunnen zijn in hun exploitatie. Er is ook in uw college, mevrouw de voorzitter, gesproken over het diaspora-beleid. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Breveld over het diaspora-beleid van de regering, kan ik u het volgende mededelen. De regering is momenteel bezig met een exercitie om onder andere de procedure voor het aanvragen van visa te vereenvoudigen en de administratie in verband met de toegang tot ons grondgebied te automatiseren. Hierbij is de mogelijkheid meegenomen dat het visum online aangevraagd kan worden. Bij de doorlaatposten zoals Sanderij, Albina, Nikeri zullen readable machines worden geïnstalleerd. Hierdoor zal de afhandeling van het reisverkeer versneld kunnen plaatsvinden. De uitvoering van dit project zal een belangrijke ondersteuning zijn voor ons beleid van bevordering van het toerisme naar Suriname. De regering heeft steeds weer gezegd dat elke Surinamer betrokken moet worden bij de ontwikkeling van ons land. Deze oproep geldt ook voor de Surinamers in de diaspora. Het maakt niet uit welke kleur het paspoort heeft, maar we zijn ervan overtuigd dat elke ras-echte Surinamer bereid is zijn of haar bijdrage te leveren. Er zijn al enkele voorzieningen getroffen voor deze groep, zoals een 3-jarig visum tegen een voordelig tarief
en het verkrijgen van een visum voor 60-plussers bij aankomst in ons land. De regering wil deze categorie Surinamers nog beter faciliteren. De regering zal tijdens de begrotingsbehandeling het tijdstip aangeven waarop de visumvereisten voor deze groep geheel zal zijn afgeschaft en tegelijkertijd een toeristenkaart voor deze doelgroep zal zijn geïntroduceerd. Er is gevraagd en gesproken bij uw college, mevrouw de voorzitter, over het Petro-Caribe deal. Mevrouw de voorzitter, de vraag van de dag werd gelid, geachte het Breveld, over de ureumleveringen uit de Petro-Caribe overeenkomst. Kan ik u het volgende mededelen? Suriname en Venezuela hebben vorig jaar 4 overeenkomsten getekend, waarvan 1 inhoudt de levering van ureum aan Suriname tegen speciale voorwaarden. De regering heeft ervoor gezorgd dat binnenkort de eerste levering plaatsvindt in samenwerking met de private sector, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt dat de prijs zal worden vastgesteld in overleg met de regering en de boerenorganisaties. Hierdoor wordt voorkomen dat boeren het slachtoffer worden van de te hoge prijzen. En dan het vraagstuk van de Zuidgrens. Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van de vraag van het geachte lid Breveld over de aanpak van de kwestie Tigri, kan ik u informeren dat de Surinaamse regering zich op het standpunt stelt dat het Tigri-gebied ondubbelzinnig behoort tot het Surinaams territorium. Als uitgangspunt. De Surinaamse regering voert ook in deze haar vreedzame buurlandenpolitiek die gebaseerd is op de principes van internationaal recht dat de relaties tussen naties beheerst. Ik mag u informeren dat de regering de Tigri-kwestie dusdanig wil aanpakken dat door middel van een friendly settlement deze zaak geregeld wordt. Ik verwijs het geachte lid Breveld voor informatie over relevante regionale ontwikkelingen ter zake naar de begrotingsbehandeling waar de regering nader op deze kwestie zal ingaan. Onderwijs, mevrouw de voorzitter, ik wil naar aanleiding van de vragen van het geachte lid Asabina met nadruk erop wijzen dat de regering in de loop van dit jaar een begin zal maken met voorbereidingen om te komen tot een fundamentele omvorming van ons onderwijssysteem tot een systeem dat de mogelijkheden biedt voor adequate en maximale ontplooiing van elk lid van onze samenleving. Waarin levenslang leren voor een ieder mogelijk is. En dat de nationale ontwikkelingsdoelen effectief en efficiënt ondersteund door onder meer een betere aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt. De regering zal tijdens de begrotingsbehandeling ingaan op de te treffen maatregelen in deze. Ook zal zij nader ingaan op de voorbereidingen voor de instelling van de Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie. De regering zal tijdens de begrotingsbehandeling ook informatie verstrekken over de voorbereidingen voor het in te stellen Nationaal Instituut ter Bevordering van Studie en Onderzoek naar en het herschrijven en of het beschrijven van factoren en waarden in het kader van de natievorming, de geschiedenis van onze samenleving en van diverse bevolkingsgroepen in ons land. Dit instituut zal ook belast worden met het bevorderen van studie, onderzoek en vastlegging van museale objecten die van belang zijn voor het nationaal bewustzijn
en de nationale identiteit. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Panka heeft om duidelijkheid gevraagd over de AZV. Ik wil hierover volstaan met te verwijzen naar mijn mededelingen hierover in de eerste ronde. Ik wil hieraan toevoegen dat de regering tijdens de begrotingsbehandeling in zal gaan op de grote problemen rond de gezondheidszorg in geheel Suriname. Dan de gronduitgifte, ruimtelijke ordening, mevrouw de voorzitter. De geachte leden Misikawa, Breveld, Panka hebben in de tweede ronde wederom aandacht van de regering gevraagd voor het gronduitgiftebeleid en het beleid in zaken de ruimtelijke ordening. Ook hier kan ik volstaan met te verwijzen naar hetgeen ik in de eerste ronde heb gezegd. Ik wil echter eraan toevoegen dat de regering tijdens de begrotingsbehandeling op detailvragen zal ingaan. Huisvesting, mevrouw de voorzitter, op de vragen van de geachte leden Misikaba Asabina over de huisvesting wil ik de volgende informatie verschaffen. De regering van Suriname heeft bij monden van de president bekendgemaakt dat over het gehele grondgebied van het land de woningbouw ter hand genomen zal worden. Op 20 mei 2011 hebben de werkgroep herstructurering, huisvesting en het managementteam huisvesting in samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank en de stichting Low Income Shelter Program de stand van zaken van het woningbouwprogramma aan de regering gepresenteerd. Het nu vastgestelde woningbouwprogramma bestaat uit twee sporen, te weten. Institutioneel en fysiek. Met betrekking tot het institutionele dienen ten aanzien van alle activiteiten ter zake de nodige wet en regelgeving te worden geformaliseerd. Immers, zonder de juiste wet en regelgeving kan er geen sprake zijn van een duurzame herstructurering van de huisvestingssector door middel van een huisvestingsautoriteit. Samenwerking met Stichting Low Income Shelter Program is nu gerealiseerd met de verwachting voor een groter aantal te bouwen woningen. Ten aanzien van de fysieke bouw zijn al locaties geïdentificeerd waarop 1 augustus 2011 zal worden gestart met de bouw van de eerste 1000 woningen. 1 augustus 2011. Daarnaast zal ook landelijk worden gestart met de zelfbouw per district. Mevrouw de voorzitter, rond eind juni 2011 zal er een woningbeurs worden georganiseerd waarbij de gemeenschap een beeld kan krijgen van de modelwoningen die de particuliere partijen aan te bieden hebben. Van belang is dat de gemeenschap op de juiste wijze wordt geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwproject. Daartoe is er een voorlichtingscampagne opgesteld waarmee op korte termijn zal worden gestart. Dan wil ik overgaan op jeugd- en sportbeleid. Mevrouw de voorzitter. President. Venetiaan. Eén ogenblik. Hoe lang gaat u nog dat u nog nodig heeft? Nog een half uurtje, voorzitter. Een dik half uur. Zouden we dan de schorsing die we normaal in Lassikam even uitgesteld, zou 2 uur zijn? Maar als u nog een half uur nodig heeft, stel ik voor dat we schorsen en dat we naar de schorsing verder gaan. Of wilt u afronden? U mag het zeggen. Voorzitter.
Voorzitter, dan vraag ik de regering, of althans ik vraag u, om ons dan de gelegenheid te geven. Want dan gaan we mee met uw voorstel, gaan we schorsen. En hoop ik straks de gelegenheid te krijgen om de zaak af te ronden. Dank u. Ja, dan schorsen we de vergadering zoals de afspraak is voor ongeveer een half uur. Iets langer misschien. Schors de vergadering.